Goedemorgen guys en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, het is 10:50 en ik zit even beneden, ik zit niet heel comfortabel. Maar ik ga een nieuwe weekvlog voor jullie beginnen, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Het is echt mega lekker weer, ik heb helemaal zin in deze nieuwe week. En ik ga denk ik beginnen, ik weet niet of je het hoort, de wasmachine staat aan, maar ik heb een pakket ontvangen van Decennio. Dus die ga ik eventjes openmaken met jullie, ik heb hem eigenlijk al geopend. Alle posters die liggen hier. Want als jullie me al wat langer volgen, dan weten jullie dat wij hier zo'n fotomuur hebben. En dat hangt er nu een jaar. En we wilden echt even wat anders in de woonkamer. Dus ik heb bij Decennio vet mooie posters besteld. En ik had eigenlijk alle lijsten al. Want als je dat eenmaal koopt, dan kun je die natuurlijk gewoon vervangen met de posters die erin zitten. Oké, ik zal de posters wel even snel laten zien. Deze heeft Mies uitgekozen. Deze heeft Juul. Ik heb deze twee voor mijn kamer. Heel mooi. Hier zit ook een soort van bladgoud op. Deze stijl vonden we echt mega leuk voor op de wc waarschijnlijk. Of gewoon hiervoor in de keuken. Deze zijn ook heel mooi. Dit zijn wat meer foto's. Deze. Die. En dan voor aan deze muur hebben we zo'n grote. Deze heeft ook van dat bladgoud. Het is echt heel erg mooi. Mijn moeder heeft nog deze uitgekozen. Die vind ik ook echt prachtig. Dit is dan een beetje het idee wat we hier bij de muur willen hangen. Dus ik ga nu denk ik deze lijsten eraf halen en dan ga ik die posters erin doen. Oh my god, het is echt zo anders. Het is echt super mooi. Dit zijn ze van dichtbij. Heel blij mee. Oké, het is lekker weer. Dus we hebben ijs gehaald. Jo en ik die hebben net even boodschappen gedaan. Ze zijn dus bij ons in de straat aan het bouwen. En het maakt zoveel geluid. Oké, Juul is druk bezig met foto's maken voor mijn Vinted-account. En ik ga nu met Zoe naar de bios. Ik heb even een andere blazer aangetrokken. Ik doe deze jas van Naked aan. We gaan ook even uit eten bij Happy Italy. Ik ben echt al heel lang niet meer geweest. Oké, doei! Goedemorgen guys, het is vandaag donderwoensdag. Woensdag, oh, ik heb echt een mindfuck. Maar het is nu woensdag, ik ga zo naar school. Het is nu 11 uur. Ik ga nog even mijn tas inpakken. Ik heb al een deel gedaan. Het water ligt er alleen hier uit. Echt kut, tussen de 9 en 12. Dus ik kan geen water tappen. Oh ja, ik moet even die blazer van Mies meenemen. Dit is trouwens mijn outfit. Ik vind hem echt heel erg leuk. Gillette is van Refined Department. Die heb ik nieuw. Echt mega leuk. Ik heb hem in de maat 1. Dus dat is volgens mij de kleinste. Blouses van Chiquel. Broek van Pool & Bear. En schoenen van Voltaire sneakers. Ik neem even die blazer mee. En dan ga ik naar school. Oh ja, en daarna gaan we trouwens lekker een drankje doen op het terras. Want zoals je kan zien, het is echt mega lekker weer. Hey guys, het is vandaag donderdag en ik ben de Vinted pakketjes aan het inpakken zoals je kan zien. Ik heb al best veel gedaan. Ik ga nu even die Vinted pakketjes afmaken. Dan ga ik... Wat ga ik nog meer doen? Ik moet even naar huis om te printen. Dan kan ik die labels uitprinten. Verder ga ik niet heel erg veel doen. En voordat ik er vragen naar krijg, dit shirt is van Collusion. Ik krijg hier echt altijd vragen naar als ik deze aan heb. Hij is heel erg leuk, maar ik heb hem gewoon besteld bij ASOS. Wel echt al een tijdje geleden. Dus ik weet niet of ze hem nog hebben. Hij is heel vaak sold out. Goedemorgen guys. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net al die labels en zo uitgeprint. Dus ik ga straks alle pakketjes wegbrengen van Vinted. Ik heb echt een beetje een rough morning. Want ik zie er echt niet uit. Oh, ik vind het zo erg. Mijn huid doet ook heel veel pijn.
En ik weet dat het er gewoon bij hoort, maar ik heb ook echt zieke vlekken op mijn gezicht. Ik heb alleen een beetje concealer op gedaan. Ik weet niet, ik had vanmorgen ook echt zo'n zieke mental breakdown erover. Ik weet niet, ja... Ik vind het echt kut. Maar ik weet gewoon dat het erbij hoort, dus daar probeer ik me gewoon een beetje overheen te zetten. Maar het is wel echt ruk. Ik zie dat mijn camera vol is, ik zal hem even leeghalen. Maar ik heb net even middag gegeten. Het is trouwens helemaal geen goede morgen meer. Het is 1:15. Ik heb net weer medicijnen opgehaald. Mijn apotheek zit namelijk nog in het dorp waar ik hiervoor woonde. Maar ik moest toch even naar huis om die labels te printen. Dus dat heb ik maar gedaan. Ik heb nu trouwens deze trui aan en een gezellig roze broekje van Naked allebei. Ik heb geen idee hoe ik die pakketten ga wegbrengen. Het is echt een hele tas vol. Dit is ook echt een mega zak. Ik hoop dat het heel blijft trouwens. Maar weet je wat ik ook nog het gekke vind? Ik smeer mijn gezicht elke avond in met olie. Ik begin eerst met het reinigen en zo. Dan doe ik een crème en dan doe ik nog een olie. En nog vette vaseline op mijn lippen. Dus ik weet niet wat ik nog meer op mijn gezicht moet doen. Maar het blijft gewoon droog en het doet gewoon helemaal pijn. Oké, ik heb me even opnieuw gedoucht. En ik heb mijn haar gewassen. Zilver shampootje ingedaan. En opnieuw even opgemaakt. Want ik voelde me gewoon niet mezelf. Vaak als ik me dan gewoon even fatsoeneer, dan voel ik me gewoon gelijk een stuk beter. Het is nu 4:15. Ik ben de verhuisvlogs van Leonie aan het kijken. Ik vind ze echt heel erg leuk. Whitney die komt straks hierheen. Gaan we lekker hier eten. En dan gaan we daarna op het Waagplein gaan we even een drankje doen. Dus ik ga me nu even omkleden. Oké, ik heb me inmiddels aangekleed. Mijn camera is bijna leeg. Maar topje Naked, blazer Naked. Broek is van Poel en Beer. Ik heb mijn Vans weer eens aan. Die zijn ook zwart-wit. En ik heb mijn zadigtas mee. Oké. Goedemorgen, guys. Het is vandaag zaterdag. En ik heb gisteren eigenlijk helemaal niet meer heel veel gefilmd. Sowieso deze week. Ik vergeet dit in mijn camera. Sorry daarvoor. We waren gisteren lekker hier wezen eten. Toen zijn we daar nog even de stad in gegaan. En ik heb me nu helemaal opgemaakt, omgekleed. Ik heb dit pak aan van Naked. Die heb ik al een tijdje. Ik heb hier ook best wel vaak al foto's mee gemaakt. Maar ik vind hem gewoon zo leuk. Ik wil hem gewoon weer op de foto hebben. Ik ga straks naar Amsterdam. Kijk, ik heb dit brilletje ook. Mega leuk. Die doe ik dus ook bij de outfit. Ik heb de hele tas vol met kleding. En ik ga samen met Marlou ga ik weer foto's maken. Ik heb om 11:30 nog even een call met Seronijn. Want er komt als het goed is een restock van mijn schoenen. Echt mega leuk. Ik zal jullie daarover op de hoogte houden. Mijn vader die komt me zo ophalen en dan kan ik met de auto naar Amsterdam. Ik heb echt weer foto's nodig voor Instagram. Ik wil wat meer gaan plaatsen. Ook wat persoonlijkere dingen. Soms vind ik het gewoon lastig om te bedenken wat ik wel of niet kan plaatsen ofzo. Wat dan wel of niet leuk is om te zien. Misschien denk ik er ook gewoon veel te lang over na. Ik denk dat dat het is. Ik weet niet of ik het al had gezegd, maar ik had dinsdag een gesprek met de dermatoloog. En ik ga geen verhoging doen van die Roaccutane. Ik mag gewoon op de 20 milligram blijven. Dus dat is echt chill, want het werkt echt super goed bij mij. Zoals ik al zei in mijn vorige vlog, bijna al mijn pukkels op mijn borst zijn bijna weg. En ik moet volgende maand dan naar de dermatoloog zelf. Want ik had nu een telefonische afspraak. Ik ga trouwens even nog mijn telefoon leeghalen, want ik zag dat mijn opslag vol is. En het is echt heel vervelend als je foto's gaat maken en dan is je opslag leeg. Ik ben met Marlou. Hey. En we zijn nu in Amsterdam. We hebben even gestreden voor een plek, want we konden het niet vinden. Maar ik weet niet of je het ziet hier. Kijk, deze gebouwen. Zo mooi. Echt heel nice. Hier hebben we dus net ook al foto's gemaakt. En we hebben nu dus de tweede outfit aan. Oh, dat is zo sick. Allebei way too overdressed. Ja, we lopen echt als twee tutjes hier. Kijk, dat vind ik ook wel leuk. Ja, dit is wel cool hoor. Oh, dit is zo nice. Ik zou hier echt willen wonen hoor. Ik wil hier wonen. Hoe duur zal dit zijn? Ik denk heel, heel duur. Het is echt zulk lekker weer. Het is niet normaal. Het is nu 16:20. Het is al 16:30. De dag is echt snel gegaan. We hebben een nieuwe auto. Ik zal hem straks wel even laten zien. Het is een elektrische auto. Echt heel chill.
Ik ga nu eventjes naar huis rijden en dan breng ik mijn vader me hopelijk weer eventjes terug. En dan heb ik vanavond trouwens een verjaardag. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, het is een themafeestje. Dus ik moet daar ook nog even een outfit voor bedenken. Dus jullie gaan het allemaal zien. We hebben echt mooie foto's gemaakt. Het is echt een hele mooie locatie. Het heet The Valley. Het zit in Amsterdam-Zuid. Echt zeker een aanrader als je daar een keer een foto wil maken of zo. Kijk, dit is dus de auto. Ik sta nu thuis. Maar het is echt zo chill. Het is dus een elektrische auto. Het is een Volkswagen ID3. Maar hij rijdt zo chill. Oh, ik heb het helemaal heet. Ik mag natuurlijk niet in de zon met die medicijnen. Nou, het valt nogal mee. Ik word heel snel rood namelijk. Ik ga denk ik nog even hier wat eten. En dan ga ik weer terug naar huis. En ik ga alvast even de foto's bewerken. En ik moet even mijn telefoon opladen, want die is bijna leeg. Dit is trouwens een sneak peek van alle foto's. Er zijn er echt mega veel. Dit is dus een beetje hoe het eruit ziet als we foto's gaan maken. En voor de mensen die trouwens zich afvragen hoe ik mijn foto's bewerk, ik doe dat altijd in Lightroom. Maar ik bewerk eigenlijk niet heel erg veel, zoals je kan zien. Alleen het licht een beetje. En dat doe ik dus op elke foto. Hier zie je wel het verschil goed. Ik plan trouwens mijn foto's in deze app. Dat heet Preview. En dit heb ik dan al gepost. En deze wil ik dan nog posten. En dan kan ik zo zien hoe het eruit ziet in mijn feed. Oké, Jules en ik die hebben straks een themafeest. Jules zit hier op de bank. Dus Jules heeft zo'n boa gekocht. Het thema is trouwens The Great Gatsby, zeg je dat ook? Ik bedacht me dus net nog dat ik een panty had met glitters. Kijk, best wel cool. Oh, ja, ik hoor ze er nu al afvallen. Oh, het is wel heel mooi. Ik heb hem gewoon besteld op AliExpress. Ik dacht, ja, misschien voor een feest een keer. Oké, wij hebben ons omgekleed. Ik heb mijn hele look nu aan. Het jurkje is van By Tut Hola op Instagram. Die panty heb ik aan en ik heb gewoon een laarsje aan, want ik wil geen hakken aan doen. Nou, mijn jurkje is van Naked. Met zo'n mooie achterkant. En ik heb hakjes aan van Harem. Voor de rest niks. En we gaan op de scooter, dus ik trek wel nog even een joggingbroek aan. Jij? Ja, ik heb ook een grote broek. Hola, het is vandaag zondag en ik doe weer de ding dicht. Gisteren was echt mega leuk. We waren dus naar de verjaardag van Sam. En hij had het echt zo leuk georganiseerd. Het was ook echt in een grote ruimte. Er waren heel veel mensen. En het thema was dus The Great Gatsby. En het was gewoon heel erg leuk. Ik werd vanmorgen ook echt vet lekker wakker. Want ik had natuurlijk niet gedronken. En de klok ging een uur vooruit. Dus ik werd om 11 uur wakker. Dus ik dacht ook, heb ik zo lang geslapen. Maar ik weet niet, ik werd gewoon zo lekker wakker. Dus dat is echt chill voor een zondag. Maar ik heb nog een pakketje van Chiquelle. Ik had gisteren deze top ook al aan. Dit is dus ook van Chiquelle. Hij heeft hier aan de zijkant zo'n splitje. En hij valt dus best wel oversized. Vind ik echt mega leuk. Ik heb hem aan op deze mom jeans van Pull & Bear. En hij is echt mega zacht. Ik heb hem trouwens in de maat M. Dan valt hij voor mij wat oversizeder. En ik heb nog wat andere items die ik wil laten zien. Die ga ik ook wel even gelijk aantrekken. Weer veel beige en wit. Allereerst nog deze top. Die heb ik in een XSS. Maar ik moet wel zeggen dat ik hem vrij groot vind vallen. Hij moet dan zo om je nek. En dan is hij een beetje off-shoulder. En dan heeft hij lange mouwtjes. Oké, dit is die top. Er zitten nog van die touwtjes aan. Die moet ik even afknippen. Maar dit is hem. Ik vind hem echt mega leuk. Ook voor een festival is het leuk. Ketting er even overheen. Heel cute. Dus die heb ik. En dan deze. Dit is ook mijn favoriet. Die had ik gisteren ook mee om foto's mee te maken. Die heb ik ook in een XSS. Ik zal wel even hier een foto in beeld plakken hoe die eruit ziet. Heel cute. Ik hou echt van dit soort gebreide crochet topjes. Ik heb bij de Zara ook weer zo'n topje besteld. Echt mega leuk. En dan als laatste heb ik nog deze. Deze vind ik ook mega cute voor een festival. Het eerstvolgende festival waar ik naartoe ga is trouwens Awakenings, geloof ik. Ik zit even te denken met Pasen is dat. Ja, volgens mij is dat het eerste festival. Maar dit is dus het topje. Ik zal deze ook wel even aandoen. Oké, ik heb hem nu aan. Ik denk alleen dat je er wel een andere BH onder moet dragen. Ik vind hem echt cute. Je kan hem dus zelf hier strikken. En dit is dus een soort van open. Ja, je ziet nu echt mijn BH vol er doorheen. Maar heel erg schattig. Dus dat is die. Dat zijn dus de items van Chiquelle. En zoals gewoonlijk heb ik een kortingscode. Ik zal hem even hier in beeld zetten. Volgens mij is het
SME 20 of Geel 20. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Maar echt mega leuke items weer. Ik zet de links in de beschrijving. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden om te zien. Ik heb eigenlijk vandaag niet heel erg veel meer te doen. Ik heb het hele huis net opgeruimd. Mijn hele kamer opgeruimd. Schoongemaakt en zo. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En dan hoop ik jullie weer te zien bij de volgende vlog. Doei!